gaan vandaag kijken hoe batterijen in elkaar zitten. En dit filmpje is de oplossing van de vraag die ik je in het vorige filmpje heb gesteld. Dus kom je hier, ja, voordat je het vorige filmpje hebt gekeken, kijk eerst naar het vorige filmpje. Goed, de vraag was, teken de batterij. Leg uit hoe die elektronenstroom loopt. Hoe verloopt de stroom van de ionen in de zoutbrug? En wat is de bronspanning? Nou, dit is eerst een hele hoop gewoon redoxwerk wat ik kan doen. Ja, dus ons stappenplan, wat een van mijn eerste filmpjes, ja, van deze playlist te vinden is. Ja, het stappenplan moet ik even doorlopen, ja, zodat ik al deze informatie eventjes netjes goed in een redoxreactie terug omzet. Ik heb al mijn deeltjes hier opgeschreven. Ja, welke zitten allemaal in mijn oplossing en welke heb ik überhaupt. Ja, want kobalt zit natuurlijk en platinum zit niet in mijn oplossing. Dan moet ik even puzzelen met Binas tabel 48 natuurlijk. Om te kijken wat is mijn sterkste oxidator en wat is mijn sterkste reductor. Nou, dat heb je hopelijk gedaan. En als het goed is, kom je uit dat de sterkste oxidator ijzer 3 plus ionen zijn. En de sterkste reductor, dat is mijn kobalt elektrode. Ja. Let goed op de notatie. Kobalt is een hoofdletter C en een kleine O. Ja, het lijkt natuurlijk heel veel op koolstofmonoxide, maar dat is het natuurlijk niet. Dus ik vind het heel belangrijk, ja, als scheikundedocent, dat je goed aangeeft dat dit een kleine O is. Ja, probeer daar consequent over na te denken. Oké, ik heb daar ook eventjes alvast de elektrodepotentiaal opgeschreven. En ik heb hier de twee halfreacties staan. Ja, ik kan de potentiaalverschil even uitrekenen. 1,05 volt kan die maximaal leveren. En dat is dus een aflopende reactie. Dus goed onthouden, straks heb ik een pijl nodig. Nou, die totaalreactie heb ik ook al opgeschreven. En dan is het natuurlijk eventjes tekenen. Nou, mijn tekening staat aan deze kant. Ik stond ervoor. En je kan hem zien, hopelijk. Twee bekerglazen. In mijn linker bekerglas zie je dat ik ijzer 3 ionen heb, ijzer 2 ionen en ik heb sulfaat ionen. En in mijn rechter bekerglas zie je hier kobalt ionen en sulfaat ionen. Nou, links hadden we gezegd, dat is mijn oxidator, ja, mijn ijzer 3 plus, die trekt elektronen uit het systeem. Ja, waar haalt hij die elektronen vandaan? Ja, die haalt hij natuurlijk in eerste instantie van die platinum elektrode. Maar dat platinum, dat is natuurlijk dat is een metaal wat heel edel is. Dus dat reageert niet. Dus dat platinum, ja, dat zorgt dat die elektronen ergens anders vandaan komen. Het zit allemaal netjes verbonden, ja, met een koperkabeltje. En die platinum, die zorgt uiteindelijk, of die ijzer 3 plus, die zorgt uiteindelijk dat die elektronen hier vandaan komen van die kobalt elektrode. Dus die kobalt elektrode, die levert elektronen. Dat zie je hier. Dat wordt kobalt 2 plus. En die kobalt 2 plus, die komt dus in oplossing. Ja, dus die elektroden van kobalt, die komen langzaam in oplossing. Dus ik moet daar even een pijltje neerzetten. Zo, van kobalt naar kobalt 2 plus. Die elektronen, die worden hier geleverd. Ja, dus we krijgen hier een levering van elektronen. Dus dit is de minpol. Die elektronen die gaan van min naar plus. Dit is de pluspol, want daar worden elektronen weggehaald. Ja, daar heb ik minder negatieve lading. Dus dit is de pluspol. Dus de elektronenstroom gaat van rechts naar links. Ja. En dus om die lading van die elektronen te compenseren, gaan de kaliumionen in de zoutbrug naar links. En chloride-ionen gaan naar rechts. Want er mist hier lading, hè? Er gaat hier lading natuurlijk weg. Want die elektronen die gaan van rechts naar links. Dus moet die lading gecompenseerd worden met die chloride-ionen die hier in deze zoutbrug zitten. Dus dit is het systeem. Nou, waar krijg je waarschijnlijk punten voor? Voor die plus en die min, had ik overigens niet gezegd hier in mijn vraag. Voor die elektronenstroom, dus goed onthouden. Als die elektronenstroom, hè, van rechts naar links gaat, dan elektronen gaan altijd van de negatieve pol naar de positieve pol. Dus die kan je er dan bij zetten. En je krijgt punten hier voor die ionen in de zoutbrug. Welke kant gaan die op? En dan moet je even goed opletten. Ja, die gaan natuurlijk tegengesteld aan die elektronen om die lading te compenseren. Oké, dit was hem. Ja. Ga hiermee oefenen. Je hebt vast in je boek nog meer oefenopgaven. Ga er lekker mee aan de slag. Teken er nog één of twee. Ja, nog één of twee van dit soort opgaven. En dan heb je het vast al in je vingers. Ja. Hier komt Redox. Komt dus helemaal in samen. En ik hoop dat dit goed gegaan is. Heb je vragen?
Ja, beneden in de comments staan natuurlijk eerdere vragen. Misschien wil je subscriben of ga naar een ander filmpje van mij. In ieder geval heel veel succes.